Boks van mij. Hoeveel pogingen? Eentje. Eén poging. Yes, what up guys, welkom bij weer een nieuwe vlog. Zoals je ziet heb ik nu een nieuwe jas aan, dus mensen moeten niet lullen. En ten eerste vond ik het sowieso al raar, want ik had zeg maar, ik doe YouTube nu in ieder geval, laat maar kijken, iets van 3 maanden. En in 3 maanden heb ik nu 4 verschillende jassen gehad. Hoeveel jassen moet ik hebben? En dan de hele dag klagen van QC, je hebt dezelfde jas aan. Weet je hoe dat komt, denk ik? Kijk, eerst had ik die zwarte aan, die wollen. Daarna had ik die beige aan, en daarna die groene. En nu deze. Dat zijn 4 verschillende jassen in 3 maanden. Hoeveel jassen moet ik hebben? Maar ik denk dat het ligt aan het feit dat zeg maar, ik mijn jas altijd aanhoud. Maar niet uit of ik ergens binnen zit. Je weet toch, alleen als ik thuis ben doe ik hem meestal uit. Maar als ik gewoon ergens binnen chill, dan heb ik hem gewoon aan. Maar je weet toch, wees voortaan scherp. Ik heb gewoon veel verschillende jassen. In ieder geval, ik ga nu snel vertrekken. Ik moet opschieten. Ik moet naar de stad toe. Het is vrijdag. We gaan opnames doen. Maar we gaan ook opnames vandaag in Den Haag doen. Want in Den Haag is er weer een soort van speciale vissa of zo, de stad is daar tot 12 uur open, dus we gaan gelijk 2 steden pakken en nieuwe supergaande interviewtjes, man. Deze nigger is net even bij me langsgekomen, fuck up, boy. Hey, je weet het, man, stroom stelen. Stiftmeester, representing, altijd, altijd. Je weet het, man, Fardy Nation, man, je weet toch. Shout out naar mezelf, want die man doet dat niet, je weet het. Chapsnet, Snapchat, weet zelf. Hey, je bent wel gemaakt voor vloggen, denk ik, man, boek. Ah ja, je weet, ik ben gemaakt voor veel dingen, maar laten we dat nog terzijde houden. Ja, man, dit is fun. Jullie gaan hem, ja. Ik ben laatst het vaker met die man, jullie gaan hem ook vaker zien. Hallo, hallo. Maar wij zijn al sinds met elkaar, sinds dat we young boys zijn, man. Zo, ja, man. Ja, man. Excuse je nog dun, man. Sinds die tijd was ik met hem, man. Teringleien. Dun, lelijk en niemand kende hem. Ga weg, man. Ik was smooth boy, man. Ik had krullen tot de schouders, man. Oh, moet dat wel. Dat wel, hè. Dat wel, niet vergeten, hè. Jullie zien niet die lelijke, maar vroeger, hij was een zwaver. Een opa. Shout out naar Farley. Sommige mensen weten ook waar hij ook bekend op staat. Maar dat ga ik nu niet vertellen, oh, maar ooit misschien. Heel veel kracht. Ik weet niet wat hij met zijn vuist heeft gedaan, maar hij heeft heel veel kracht. Veel paga mensen, veel. In ieder geval, shout-out naar hem. Ik ga nu snel naar de stad toe en ik check jullie zo. Later. Yes, what's up guys? Ik ben ondertussen in bus. Ik ben met Nesim, a.k.a. Glad. Kijk hier. Kijk hoe glad hier. Ja, nu is minder, man. Dus hier is een showtje of zo. Hey, ik geef je Donnie als je op die ding rent. Een hele stoere vrouw, zei je toch? Ja, hoeveel krijg ik? Donnie. Nou, het moet meer als een Donnie zijn, man. Oh mijn god, Nesim is er! Wil je shine stelen? Ik ga niet je shine. Nee, toch? Vind je niks van je? Jongens, ik weet dat dit hartstikke vreemd is. Ik was net in de stad en ineens ben ik terug bij de metro. Dan zou je denken, ben je klaar vandaag met interviewen? Is er weer de dag achter de rug? Nee, ik ben hier met Nesim. En Nesim is een kaartje vergeten. Hè? Huh? Wat ben je dan, Nesim? Dan ben je een QC. Nee, dan ben je niet een QC. Als je wat vergeet, ben je een QC. Ja, dat kan niet, man. En dan mij zeggen, ja, echt half vier daar zijn. Ja, nee, ja, ik ben iets vergeten. Ja, ik ben gewoon dom. Nee. Dus nu moeten we terug gaan om een kaartje te halen. Dus als de interviews iets minder zijn, dan komen we door Nesim, omdat we een uur later zijn. Dikke lul, man. Dikke lul. Met Nesim in de metro, onderweg en bezig. Onderweg naar zijn huis, want hij is weer iets vergeten. Hé, hey, ik ben vergeten. Oh shit. Wat was je reden? No shit. Uurtje later, hier kan ik niet mee leven. Nee. Nee. Waarom ben je zo dom? Ik ben een kaartje vergeten. Kaartje vergeten. Laat me maar even. Je staat op de beven, daar klaar voor de paar van de beven. Oh, dit. Hip hop. Lekker man, boy. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, I nee. Are you fucking serious, bro? Dit meen je, dit kan niet. Dus we hebben vorige keer, op mij staat team kapot gegaan. Nee, dit kan niet, man. Je hangt er veel met mij, hè? Holle, er is vandaag iets aan de hand. God gunt ons dit. Hoe kan dit nou? I know. Sorry mensen, Nesim heeft ons de hele dag opgefokt vandaag. Holle? Ik kan echt niet, man, dit. Dat betekent straks dat niet kloppen. Ja, man. Lekker media, man. Even de nieuwe, ik heb bad van de YouTube money. Nesim, het
tweede statief is kapot. Hey, ik word ook verdrietig door jou, man. Nou, dit wordt weer een dagje, jongen. Never forget, never forget. Oké, wij zijn terug op Zuid, onderweg naar SM's huis. Oh, dat rijmt. Dat rijmt, broer. Dus ja. En besef, hè, als ik hem was vergeten, dan had hij zo getript, hè. Ja, maak hem op, hè. Ik vergeet niet zo heel vaak wat, hè. Nee. Yes, mensen. In de metro, onderweg terug weer naar de stad. Nog steeds met jullie favoriete Nesim, onze superster. Kijk, het is zo druk vandaag dat ik eigenlijk weer gewoon je verschil wil zetten, maar vandaag misschien niet. Zal ik het wel doen? Nee? Oké. Geef me één reden waarom ik het niet zou doen. Gewoon. Het heeft geen nut. Het heeft geen nut. Oké, vandaag ga ik je met rust laten. Ja? Toch niet. Oh mijn god, Nesim, dit ben je niet! Oh mijn god! Mag ik op de foto met jou? Vorige keer heb je me al geweigerd, man. Waarom ben je altijd zo diva, man? Ik was er aan bij zijn subscriber 10, man. Ik was de 10e subscriber, Nesim! Waarom ben je zo diva? Don't blow us op, man. Oh mijn god. Superster Nesim, lekker man. In de metro kom ik hem gewoon tegen, jongens. Wil je alsjeblieft mijn vlog promoten? Ik heb 10 subscribers! En jij krijgt een knorretje als je brokken gaat. Station. Jij. Rotterdam Info. Ik kijk als deze eerste vlog, broer. Door jou ben ik begonnen met vloggen. Tot laan van Nieuw Oost-Indië. Ja, man. Je schaapt je niet toch, broer? Nee. Lekker man. Ik ben blij dat jij ook mee wacht. Dan kan ik weten dat ik voel me zo van veilig. Ja. Cool. Lekker man. We zijn er eindelijk. Applausje voor Nesim, mensen. Ja, dat was 1 applaus, man. Shit, man. Lekker man. 2e, man. Welkom bij de making of van Supergaande. Yes, mensen. Zo gaat dat. Dit is hoe we het doen. Cameraatje, microfoontje, meer heb je niet nodig. De rest is allemaal hier. Dan eerst ook nog even vergeten iets, de kaart vergeten. En dan weer teruggaan en dan weer terugkomen en dan beginnen. Ja. Hier hebben we onze mic trouwens, voor iedereen die het nog niet heeft gezien. Dit is onze nieuwe mic. En onze nieuwe statief. Nieuwe statief hebben we. Nesim heeft die andere heel snel verlaten. Spending money, bitch. Oh shit. Ik weet niet wat dat was. Nou, we gaan hier weer op de foto met iemand. Wacht, voordat je foto gaat maken. Mooi man, wat vind je ervan van zijn shirt? Ja. Wat moet ik zeggen, Galatasaray sowieso. Hey, wat voor ons? Ik ben een voetballer. Ja. Dit is mijn foto, dit is mijn foto. Ben je nog met hem op de foto? Ja, natuurlijk. Lekker man, hey, het is super druk hier in de stad. Lekker interviewtjes en zo. Lekker hoor. Yes! Oké, hey, dus wij zijn. Wanneer je probeert te werken. Hey, wat wil je zeggen? Like, subscribe deze video. Fans. Ja man, doe man. Yes, what up guys. Je ziet, we zijn nu van positie veranderd. Nesim gaat nu is nu de interviewer, ik de cameraman. In ieder geval, wij kunnen niet meer. Oh shit. In ieder geval, wat ik wou zeggen, wij kunnen echt niet meer normaal lopen, man hier. Ik maak echt geen grap, misschien dat mensen het niet gaan geloven, maar echt om de 10 seconden gewoon een foto, man. Leven, man. Iedereen kijkt naar ons. Het is zeg maar heel veel liefde, dat sowieso. Alleen soms kan je echt niet aan het werk toe komen, man. We moeten echt om de seconde op de foto, man. Yes, what up, guys. We zitten nu weer bij de metro. Hey, dat is mij. Yes, what up, guys. Wanneer zeg je dat? Guys, dat komt door jou dan. Ik zeg dat. Yes, what up. What up, guys. Ja, dat is goed. Nou, ik ga stoppen met Nesim chillen, want ik heb geen zin om zijn woorden over te nemen. What up, guys? In ieder geval, we waren in Rotterdam aan het interviewen. En uiteindelijk ging dat lekker, totdat Nesim een beetje een beef kreeg. Als je die beef wil zien waar het over ging, kijk dat even op Nesim's kanaal. Jij kreeg ook een soort van beef, toch? Ja, pew. Iemand deed gunshots naar mij. Die was echt raar. Besef, iemand zeg maar, liep gewoon langs QC, hij deed deze gewoon. Dus hij loopt langs QC, hij doet gewoon zo. Bang, 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 bang. Denk, hè? Fuck aan met die. Opeens gewoon random, hè? Gewoon agressief. Ja, maar ik heb ze allemaal ontweken. Nu gaan we naar Den Haag en gaan we daar weer verder interviewen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Oké. We zijn kapot. Man, die zwart rijdt, ja.
Lekker man, ik zeg eerlijk, ik ben wel al kapot man, broer. Ik ben helemaal gesloten. Ik ook man. We moeten gewoon doorgaan. We gaan zien hoe lang we het gaan volhouden, man. Ja man, let's go zeg ik man. Hey, dus we waren net in Den Haag. We dachten hier misschien. Hier is het niet meer normaal, er staat gewoon een hele kring om ons heen, broer. Wij willen werken, jongens, wij willen werken. Maar kijk, kijk eens even rond. Kijk, hey, Oké, kijk hier, allemaal foto's hier. Hey. Dus besef hè, dat wij op zoveel foto's moeten dat we gewoon het interview zijn gestaakt. Dit is mijn levende bewijs hier. Pak aan, broer. Ja, man. Dat is niet meer normaal, hè? Dat is super gezellig, toch? Ja, man. Ik zei al vorige keer tegen je toch, hoe erg het is geworden. Maar het is super veel liefde overal, alleen we kunnen onze werk niet meer doen, man. Hey, eerlijk, Nessun. Dit is het ergste. Dit is het ergste ooit, hè? Ik vroeg laatst aan Nessim, waar word jij nou echt horny van? En hij zei van... Ah, deze man bij mijn vlog. Wat is je naam? Wally. What the fuck is dit, mensen? Ben je mokroon? Oh, shit. Oh, je lijkt wel op iemand. What the fuck is dit, man? Dit is die boykie. Broer, ik heb net te laat. Broer, deze twee mensen zijn die boykie. Ze pakken die haar, ze beginnen te likken. Kijk hier, die man vindt niet low. Ze likken die kolo haar, man. Dit is... Maar close-up. Ja, we zijn die boykie. Maar jij bent niet boykie, hè? Jij bent niet boykie. Yes, what up? We zijn dus net klaar met interviewen. We zijn er bijna niet aan toegekomen. We hebben maar eentje kunnen doen. En het was niet normaal, hè? Twee in totaal tenminste, vandaag. Dus maar net kwam iemand van de Intertoys naar ons toe. En die zei van... die praat over korting. En drie keer waar we zijn. In de Intertoys. Dus ik ga gelijk voor iets kijken, hè? Ik vind dit wel leuk. Als we toch korting krijgen... Ja? Loop er eens mee dan. Dan kan ik Lira hierin stoppen. Je kat? Ja. Ik zou in de stad lopen. Oh shit. Dat is wel goed, toch? Wat doe je nou bij de Sorry hoor, maar ik mag hier gewoon zijn. Ik vind dat je hier niet moet zijn. Nee? Oh, Nessun wordt bedijd. Nessun wordt bedijd. Oké. Kijk, ja, zie je hoe die camera switcht? Probeert hij hem altijd te ontwijken. En... Ik ben hier met Nessim, a.k.a. LeBron James. LeBron Nessim. Als ik deze maak? Vanaf hier? Ja. Wat krijg ik van je? Vanaf hier? Ja. Wat krijg ik van jou? Wacht. Wat krijg ik van jou als je mist? 10 subscribers. Wat? Jij krijgt een dikke box van mij. Hoeveel pogingen? Eentje. Eén poging. Oh shit! Ik wou nog bijna zeggen 10 euro, hè? Oh, wat ditje! Hé, luister dan. Die moet je in slow zetten, man. Oh shit, die was wel eng. Laat mij ook proberen. Mensen geloven niet. Ja, nu ga ik het ook doen, man. Oh, wat dit. Ga nog verder staan, kijk, hij wil je overtreffen. Ik wil overtreffen. Ah, donderdag, man. Ja, bruh. Bruh, gewoon een airball. Kijk jongens, ik sta nu bij de game afdeling. En eigenlijk is er geen korting op die games, maar ze zeggen als je bij mij aan de kassa komt, dan kan ik je gewoon korting geven. Dus ik hoop dat we een goede korting kunnen krijgen, man. Op de UFC 2, man. Dan moet je moet tegenwoordig op korting zijn, man, broer. Kijk, man. Ik heb ook al Uncharted, maar ik ben nog steeds niet aan Uncharted aan toegekomen. Weet je hoe dat komt? Ik ben de laatste tijd zo druk dat ik echt geen tijd heb om zeg maar zo'n spel helemaal uit te spelen. Dus ik ben de laatste tijd gewoon alleen maar op FIFA potje of soms gewoon in de nacht even een UFC'tje of zo. Hey boys, dus ik kom net van Intertoys vandaan. UFC 2 is binnen. En ik heb gewoon een 20 euro korting gehad. Dat is liefde, man. 20 euro korting, dat is liefde. Ik wil niet laten zien wie me die korting heeft gegeven, maar 20 euro is alleen maar lobby, man. En je weet toch, mensen die UFC 2 spelen, alsjeblieft voeg mij toe op PlayStation of gooi je een tag eronder of snap mij. En we gaan tegen elkaar spelen, man. UFC 2, lekker, man. Fuck up, boys. Oh shit.
sfeer daar, man. Ik zeg je eerlijk, man. Je maakt het kapot. Wat erg. Ik heb hier twee mensen die... Ik heb hier twee mensen die op de vlog willen. Abonneer. Ja? Hey, shout out naar jullie. Oh mijn god, Nessim is daar! Ja. Dit is vandaag wel aan in Den Haag, man. Enge sfeer in Akka, man. Enge sfeer, man. Enge sfeer, man. Lekker, man. Lekker. Rap even op die beat. Als je een beetje wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik neem super. Gaande mee? Super. Dat was een hele rare vlog. Heel raar. Ik ben helemaal. Weet je wat, je hebt het er zo erg op gevoeld dat ik nu de vlogcamera weer uit ga zetten. Ja, lekker man. Nee, zeg maar, zeg, wat wil je zeggen? Super. Nee, toch maar niet. Yes, ik ben hier in de metro wat strijders tegengekomen. Jij bent strijder, man. Jij bent echt een strijder. Met deze man, broer. Ja, echt een strijder. Zo, jij gaat ook beginnen? Ja, sowieso. Ik ben hard bezig. Lekker man, broer. Lekker man, broer. Sowieso, man. Moet wel. Dus over een jaar ga ik je weer zien, gek. Ja, sowieso. Ja? Ik ga sowieso een beetje in de sportschool. Goed, sowieso, man. We kunnen ook een keer samen sporten, man. Ik maak geen grap, man. Ja, is goed, joh. Hey, maar over een jaar fixen we enge bitches, man, broer. Gevaarlijk, gevaarlijk. Lekker, man. Hey, broer. Laat ik vond het leuk dat je zei dat ik je motiveer, man, broer. Ja, je hebt echt motivatie. Ik Thanks. Vind het echt geweldig, man. Thanks, man, broer. Thanks, man, broer. Geen dank. Doe je best goed, hè? En ja, weet toch, heb je Snapchat en zo? Ja, ik heb die ook op Snapchat. Ja? En zo naar Betje Mos, man. Ja, toch? Heavy. Hey, stuur me snaps de resultaten goed, broer. Je bent goed bezig, man. Goed bezig, man. Maar wees altijd trots op jezelf, man. Rustig, man, broer. Yes, what up, guys. We zitten ondertussen terug in de metro. Ik zeg je eerlijk, ik hoop dat ik de metro, man, deze gaat naar slingen. Ik hoop dat ik bij Zuidplein nog de metro kan pakken en spijkenissen. Anders ben ik de lul. Fakkenes, je bent er ook nog? Ik ben er nog. Lekker, man, broer. Onderweg naar huis. Ja. Ik heb gehoord, als ik bij Zuid niet meer naar spijkenissen rijd, ga jij me brengen. Ah, no. Je gaat me laten lopen van Zuid? Je gaat me laten lopen? Je gaat me laten lopen? Je gaat me laten lopen? Dat kan je niet doen, man. Oké, zeg even in de comments wat jullie ervan vinden als Nessim een van zijn enigste vrienden. Ryan is er ook nog steeds wakker, broer. Rustig, man, broer. Lekker. Oh shit, we moeten naar het ziekenhuis toe. Nessim heeft net iets gegeten. En zijn arme maagje kan het weer niet aan. Op mijn moeder, die pizza was niet goed. Maar broer, ik kreeg gewoon een beetje gevoel bij die zaak dat het daar niet helemaal... Ja, maar weet je het is? Ik heb hongertje. Ja. Je gaat alles eten toch? Maar deze was echt niet lekker. Oké. Okay. Dat was wel lekker, maar niet goed voor je. Like deze video als je wil dat Nessim het overleven. Ja, duimpje omhoog. Yes, what up guys, we zitten nu in de metro, in de andere metro. En ik kan jullie vertellen, we hebben hem net gehaald. Echt 1 minuut, hè? Ja. Net. Lekker, man. Maar even checken, precies niet. Is het de laatste? Is de laatste, man. De andere is nu alleen nog naar slingen. Ik weet. De ander gaat alleen nog naar slingen, man. En deze hebben we. Zou je met de benen van de bank willen? Dit is even. Ze stond erbij. Ik weet het niet. Ze kwam bijna vast te zitten. Oh nee, hij komt toch. Daar komt hij. Hey, wat is hij? Later, hè? Doei, pikkie. Hè? Mag ik niet filmen? Nee, maar ja, toch wel. Je kan toch niks meer doen. Ik kan toch niks meer doen. Oh shit, collega. Oh, zo maar praten met stoer. Collega komt eraan, ei. Jongens, ik ga de vlog even. Ik kom straks bij jullie terug. Yes, what up guys. Ik ben ondertussen weer thuis. Het was een gezellige dag. Fucking druk. Ik zeg je eerlijk. Dit heb ik nog niet meegemaakt. Gewoon echt groeperingen soms van... 40, 50 man om ons heen die allemaal op de foto gingen. En ja, het was echt absurd, maar ik weet niet wat ik meemaakte. Het was gewoon zo erg dat we op een gegeven moment moesten stoppen met opnames. Omdat we echt op de foto met iedereen moesten. En we zijn misschien daar, maar geen grap, half uur mee bezig geweest. Gewoon, ze bleven maar aansluiten en zo. En het is echt gekke werk. Maar in ieder geval, het is alleen maar liefde. Het is alleen een beetje vervelend dat we zeg maar niet meer onze werk kunnen doen op een gegeven moment. Want we proberen ook items te maken. En we hebben echt vandaag, we zijn heel vroeg begonnen om 4 items te maken. En we zijn net met 2 uitgekomen. En dan zijn we vanaf 4 uur 's middags bezig geweest tot de laatste metro. En dat is om 12 uur of zo. In ieder geval verder in de tram onderweg naar de metro toe kwam ik nog een guy tegen. En die zei tegen mij van, hey...
thanks man, door jou ben ik ook gaan trainen, was ook een vollere jongen, weet je. En hij zegt dat ik hem motiveer en dat hij door mij ook is gaan strijden. En ik weet hoe moeilijk het is om voor een dik persoon af te vallen, weet je. Het is echt niet makkelijk. Kijk, buiten de zakkensessies om, die moet je soms van je vrienden, moet je dat gewoon kunnen hebben. Maar, weet je toch, iedereen die dik is, je wilt eigenlijk diep van binnen, ook al kan je het zelf nog niet toegeven, je wilt niet dik zijn, snap je? Ik bedoel... Ik ben ook echt een tijd, zeg maar, een verkeerd voorbeeld geweest voor dikkere mensen. En dat komt omdat, kijk, battelen, ik deed altijd zelfspot. Dus ik was juist de guy van, hey, fuck wat anderen zeggen, wees er trots op dat je dik bent. En zo kwam ik ook echt over en echt van, weet je toch, fuck it man, eet gewoon man, weet je toch, als je dik bent, wat dan nog. En eigenlijk vind ik dat nu, als ik daar later terugdenk, natuurlijk, het was een soort van imago voor mij om in mijn battle, zeg maar, over te komen van, hey, I don't give a fuck, je weet toch, je mag zeggen wat je wil. Dus het was voor mij een soort van... battle techniek om het te gebruiken, maar op een gegeven moment ging ik zo erg erop in, wat ik al een keertje eerder heb verteld, dat ik er zelf ook geen fok meer om gaf, weet je. En ik denk dat ik dat ook een beetje soms misschien op mensen heb overgebracht, niet dat ze door mij dan dik zijn geworden of dik zijn gebleven, maar ik denk wel, weet je, ik heb liever dan zo'n invloed dat mensen zeggen van, hey QC, ik zie dat je strijdt, ik wil er ook voor gaan dan dat, want ik weet hoe moeilijk het is om, zeg maar, het vast te houden. Ik bedoel, ik heb ook gerookt, weet je toch, ik heb gedronken, drinken was niet echt zo dat ik dacht verslaafd, maar ik heb wel echt sigaretten lang gerookt en ik heb een tijdje echt wiet gerookt en dat was echt ook een soort van een verslaving, maar iets waar ik makkelijk mee kon stoppen. Ik zei de een op de andere dag van ik doe het niet meer en ik deed het ook niet meer. En dit is toch iets anders, dit is 10 keer moeilijker dan alles om van eten af te blijven. Maar dat ik in ieder geval iemand zo kan motiveren dat hij zelf ook gewoon weet of vol is, maar toch door mij, zeg maar, de sportschool in gaat. Je bent een strijder, man, broer. Ik zweer. Maar wat ik natuurlijk niet wil vergeten om te zeggen is... schaam je niet voor het feit dat je dik bent. Maar doe er wel wat aan. Schaam je meer om het feit dat je er niks aan doet dan dat je het bent, weet je. Iedereen heeft zijn zondes en bij iedereen gebeurt dingen. Maar wees er niet trots op dat je dik bent. Maar wees gewoon wel trots op jezelf als persoon, weet je. En verder moet je het gewoon goed aanpakken. In ieder geval, buiten dat om. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje hebben genoten. Dat jullie het leuk vonden. En je weet hoe ik ga eindigen. Maar niet of je een boy of een meid bent. Ik hou van jullie allemaal. We zijn één grote familie. Later.